Hartelijk welkom bij de vierde aflevering alweer van Studio Roda seizoen 21-22. Mijn hoofdgast vandaag speelde 405 wedstrijden voor Roda JC, vijfde plek daarmee, en scoorde 16 goals. Bij mij op de bank niemand minder dan Mark Luipers. Welkom. Dank je, Maurice. Ja, dat was hoe jij mij in de wedstrijd aancoachte. Ja, klopt. En Baba. Ja, heel apart. Wat is apart? Nou ja, als je dat doet. Ja. Dat was wel duidelijk. Voor ons was het duidelijk, ja. Ja, maar het gekke is, ook al is er heel veel kabaal, dat hoor je altijd. Ja, en jij wist op dat moment, ik moet die bal hebben. Tenminste, ik wil de bal, laat ik het zo zeggen. Ja. Of er wat goeds uitkwam, is wat anders natuurlijk. Wij kennen elkaar al heel lang, vanaf Roda. Mm-hmm. Eigenlijk al daarvoor, maar daar had je een ander beeld van mij. Nou, dat was in een selectiewedstrijd, dat weet ik nog heel goed, ja. Toen stond jij als spits team. Voor het Limburgs team, ja. Toen stond jij als spits en ik als verdediger. En volgens mij ging ik op met de bal. En toen kreeg ik een schop van jou. En toen had ik echt een mega dikke enkel. Dat was mijn eerste blessure in het voetbal. En ik een dikke buik. Ja. Ja, maar dat is echt. Toen had ik echt zo'n heel dik ei op de enkel. Ja. Dus na Dominic de zoveelste die bij binnenkomst van mij eigenlijk zoiets had. Waar kan ik hem raken? Ja. Maar dat kwam toch goed. Uiteindelijk wel. Zo goed dat je me zelfs vroeg op je bruiloft als chauffeur. Ja, dat wil wat zeggen. Ja, toch? Ja, zeker. En ik heb een mooi cadeautje achtergelaten. Ja, heel mooi. Proces verbaal op zijn bruiloft, daar had gereden als chauffeur. Ja. Ja. Hey, je had een contract voor het leven bij Roda. Wat ging er mis? Nou ja, het was een samenloop van omstandigheden, denk ik. Een mooie samenvatting. Wel, precies. Ja, het is heel veel om op te noemen waarschijnlijk. Hè. Ja. Ik ken alleen maar mijn kant van het verhaal. Wat precies de beweegredenen zijn geweest. Voor mij altijd gisteren geweest. Jij bent een echt Roda-dier. Altijd geweest. Zul je ook altijd blijven. Het feit dat dat contract voor het leven ontbonden werd, was heel pijnlijk. Maar heeft je daarna wel natuurlijk ook heel veel mogelijkheden geboden om je verder te oriënteren. Ja, goed, het leven gaat verder en je gaat op zoek naar andere uitdagingen. En die heb ik wel gevonden. Ik heb daarna ook een hele mooie tijd gehad, ja. Nou ben je net de laatste jaren succesvol actief geweest bij VVV. Hoe lang? Vier? Vier en een half jaar. Vier en een half jaar, ja. Zo. Ja. En nu? Wat doe je nu? Op dit moment niks. Rentenieren. Ja, op dit moment in ieder geval. Bij Roda ook door degradatie. Of bij Roda zeg ik ook nog. Bij VVV door degradatie ook wegbezuinigd, zeg maar. Wegbezuinigd, ja. Dat klinkt altijd zo mooi. Ja. Maar je wil wel actief blijven in de voetballerij. Ja, nee, ik vind het gewoon het werk superleuk in de voetballerij. Als je met de spelers op het veld staat. Ja, maar jij deed proberen. Veel meer, hè? Jawel, tuurlijk. Videoanalist, hersteltrainer, conditietrainer, assistenttrainer. De krachttraining nog een gedeelte. Vier functies in één. Ja, nee, maar ik vind dat ook allemaal heel leuk om te doen. Dus bij VVV heb ik met name al die functies een beetje gecombineerd. En India ook. En dat was gewoon superleuk. Dat was echt superleuk, want je staat gewoon elke dag met die gasten op het veld. En naast het veld. En daar kun je ook je eigen ervaringen overbrengen. En hopen dat spelers daardoor weer misschien een paar procentjes baat bij hebben. Waardoor ze een mooie carrière kunnen hebben. Dadelijk gaan we op die hele mooie carrière van jou terugblikken. Met echt wereldgoals. Maar eerst gaan we gezond doen. Vandaag op de fiets onze sympathieke keeper Rodi de Boer. De Rodi de Boer smoothie. Wat zit er allemaal in? Wat zei je ook alweer? Mango, aardbei en yoghurt. Een beetje magere yoghurt, hè? Dat het lekker yoghurt, smeert ook, dat je makkelijker fietst. Ja, dat is een topper dit, hoor. Heb je een beetje power in je? Zo, je zou eens moeten weten. Ja? Nou, ik zou zeggen, laat gaan. Ja? Ah, yes. Dan gaan we. Kijk eens, hij krijgt al een goed kleurtje. Kijk! Het zijn sprintersbenen! Ja, echt waar! In de kopgroep. Helemaal ingetaped voor deze activiteit. Goed voorbereid. Oké. Okay. Ja. Als jij zo'n kracht zet, is die zo klaar. Ik heb gewonnen, hè? Of niet? Ja. Je kwam als eerste over de finish. Blijf zitten, dan maar. Kijk, ben benieuwd of die smaakt, hè? Kan niet anders. Kijk.
Gezondheid. Dankjewel. Oh, dit is een topper hoor. Is het topper? Ja, dit is een topper. Dus we geven nou even aan de Rodi de Boer smoothie. Aardbei en een beetje mango met yoghurt. Toppertje. Ja, dit is een topper. Lekker. Echt een topper. Proost mensen. Als keeper hè, moet je daar meer of minder rekening houden met voeding als de rest van de speler? Ik denk wel een beetje meer, ja. Kijk, de spelers die rennen toch meer. Die doen gewoon meer in principe inderdaad. Dus dat moet je zeker niet. Jij verdient je geld met niks doen. Ja, zo kan je het wel zeggen. Ja. Af en toe een balletje tegenhouden, ja, dat is toch lekker, hè? Dat doe je goed. Ja. Nee, maar het klopt wel wat je zegt. Hè. Je verbruikt zeker in de wedstrijden minder koolhydraten. Mijn zoon is ook keeper. Ik denk, als je die ziet trainen, dan denk ik van, met trainen verbruiken ze denk ik iets meer koolhydraten. Ja, met trainen is het af en toe wel wat meer, ja. Maar zeker wat je zegt met wedstrijden, ja, daar doen we gewoon veel minder. Ja. Het is meer... hier gewoon de focus, maar... Train je dat ook dan? Concentratie vasthouden? Nee. Niet, dat moet gewoon eigenlijk een beetje... Ja, als je keeper wordt, dan moet je dat gewoon hebben. Ja, dat is niet dat je dat kan trainen of zo. Ja, alles valt te trainen, zeg je. Ja, tuurlijk valt alles te trainen, maar nee, ja. Maar wat is jouw lievelings sportvoeding dan? Ik eet wel graag pasta gewoon, dat vind ik wel echt lekker, ja. Of rijst met kip en groenten, ja. Gewoon die standaard dingen een beetje, maar dat eet ik vaak, ja. Als jullie uitwedstrijd hebben en jullie gaan ergens eten, kun je dan zelf beslissen of staat er... Ja, het is gewoon een lopend buffet soort van, zeg maar. Er staan wel pasta of rijst, daar kan je uit kiezen. Een stukje zalm of een stukje kip en groenten, dus vaak neem ik dan de pasta, ja. Ja, ik herinner me nog toen ik begon als profvoetballer. Toen was het nog biefstuk met brood. Ja? Ja. Alsof je bij Loetje zit te eten of... Ja, biefstuk met brood, ja, lang geleden. Zwart-wit beeld. Ja. Zwart-wit beeld. 1838. Ja. 1838, ongeveer. Hey, en hoe is de gewenning aan Kerkrade en de omgeving? Park staat hier. Ja, het is wel wennen. Aan het begin helemaal was... Ik ga steeds meer gewend raken. Ik zit op Brunsemaheide, op dat park. Dus, golf je ook nog dan af? Nee, dat doe ik niet. Dat ga ik wel een keertje doen. Dat staat wel op de planning, ja. Ja, ik heb een motto. Hoe kleiner de bal, hoe groter de kwal. Ja? Sorry. Dan blijf ik daar ver van weg. Nee, maar bevalt goed. Waar moest je aan wennen dan? Want het lijkt me een cultuurshock als je... Ja, ik kom natuurlijk vanuit het Westen. Ja. Daar is alles gewoon druk, weet je. Alles, mensen zeggen ook vaak gewoon alles wat ze denken. En hier is dat toch wat anders. Ja, hier is het wat rustiger. De mensen zijn wat liever, gewoon wat rustiger. Dus, meer het vakantiegevoel. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ik zit ook op een vakantiepark, dus op de camping. Ja, voetballer zijn is zo slecht nog niet. Nee, we mogen niet klagen. Als je dan ook nog af en toe vindt, dan is het helemaal goed. Dan is het helemaal perfect, hè? Ik wil jouw Kerkraads eigenlijk een beetje testen. Nou. Wij moesten in mijn tijd al een lied inzingen en ook geloof me, ik had hetzelfde probleem als jou. Ik kom uit Limburg, maar niet hier uit Kerkrade, maar mijn accent is anders. Voetbal helpt de wereld in de jif en Roda is de club voor ons. Verblijf maar bij je, nee. De Roda is ja nummer 1. Kun je dat een beetje volgen? Ja. Dus volgens mij spelen ze het met de wedstrijd ook nog wel eens. Of de supporters zingen het soms ook nog. Ja, ik heb alleen gestaan, Roda is mijn club, Roda is de nummer 1. Kijk, dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Sluit we ermee af. Ja. Ik zou zeggen, dring hem lekker op. Ga ik en doen. Succes. Yes, dankjewel. Ja, de Rodi de Boer smoothie. Luip, dat ziet er lekker uit. Hij was top. Heerlijk, hè? Ben jij iemand van de smoothies? Ik maak ze wel veel, maar ik drink ze zelf niet zoveel. Ik maak ze veel voor mijn dochters. Kijk, goede vader. Goede vader. Ja. Ben je klaar voor wat mooie goals? Zeker. Ja? Zeker. Zullen we maar gewoon beginnen met de allerbekendste goal die je gemaakt hebt? Ik vind het prima. Oftewel, we gaan naar AC Milan. Van Dessel draait de bal in. Donati kopt. Laval goed. Garba Laval. En Luipers. Doelpunt. Doelpunt Mark Luipers. Wat schiet hij de bal heerlijk in. En is Roda dan in staat om hier voor een enorme stunt te gaan zorgen? Ja, wereldgoal. Ja.
En belangrijk, vertel eens even hoe dat ging. Ja, die goal hebben we gezien. Maar. Ja, hoe wat bedoel je? Ja, thuis verloren met 1-0. Met 1-0. En we gingen daarheen eigenlijk met nul verwachtingen. Want ja, je gaat uit naar Milaan toe. Ja. Als Roda, zeg het maar. Grote als, Milaan. Ja, precies. En Roda toch een kleine club in Europa. Dus we gingen daar naartoe, zeg maar, met heel... Ja, toch wel, zeg maar, weinig fiducie om daar iets moois van te maken. In ieder geval om kans te hebben om te winnen. Maar ja, vanaf de eerste minuut hadden we echt zoiets van... Hey, Milaan zet geen druk en we kunnen lekker voetballen. En ja, er begon steeds meer geloof eigenlijk in te komen. Dus totdat we eindelijk in de tweede helft ook naar voren komen met 1-0. Ja, met een wereldgoal. Ja, ja, die was heel onverwacht. Ik weet nog dat ik thuis met mijn ouders op de bank een gat in de lucht heb gesprongen. Omdat wij zo bevriend waren natuurlijk. Ja. En omdat Roda op dat moment verlenging afdwing. Maar jullie zaten er echt dichtbij daarna nog, hè? Ja, we zaten er heel dichtbij. En op een gegeven moment kreeg Regilio ook nog de rode kaart. Ja, waardoor, onterecht zeg maar, trouwens. Onterecht, absoluut. Vind ik wel vaker, maar... deze was zeker onterecht, maar goed, we moesten het ermee doen en dat was toen echt knokken tegen de secondes die wegtikten. Ja, dat redden jullie, tenminste om het met gelijk te in de goal, ja. De penalties hebben jullie toen helaas verloren. Ja. Ja, dat is... ga je dan... Ik vroeg me dat af, als je dan in het vliegtuig terug zit, ben je dan trots? Of baal je verschrikkelijk dat je eruit ligt? Nou, in eerste instantie was ik echt super trots dat we, zeg maar, daar gewonnen hadden. En je hebt natuurlijk zelf gescoord. Ja. En het was het publiek, zeg maar, dat ging tekeer. En het was sowieso heel mooi om mee te maken die dagen. Want je ging al wat eerder naar Milaan. En dat was allemaal super. De wedstrijd was top. Dat is het mooiste als voetballer, hè? Ja, zeker. Ook een dag voor de wedstrijd, zeg maar. Dan heb je veel meer tijd om alles te laten bezinken en dan zit je in het stadion en dan gaan allemaal gedachten door je hoofd. En dat is gewoon super mooi. En die wedstrijd die was fantastisch. Dus na de wedstrijd had ik wel echt zoiets van super gaaf en we zijn ook nog weg geweest die avond. Zijn we gaan stappen met z'n allen. Dus dat, ja, was dat ook, hoort erbij. Ja, dat hoort erbij. Ja, nee, absoluut. Dus dat was super gezellig. Hadden ze een kruk voor je gereserveerd? Ja, precies. Alleen de dagen daarna, toen kon ik wel heel slecht slapen. Want dan zit je eigenlijk alleen maar met die penalty in je hoofd. En dat je hebt gemist en hoe dat kan. Want ik nam hem precies in de hoek waar ik hem nooit nam, zeg maar. Dus dan ga je... Ja, daar heb ik wel slecht van jij geslapen. Jij miste hem van de Leur? Tom Soetaars, die was de eerste die miste. En dat was een linkspoot, die schoot hem eigenlijk in mijn hoek. En die keeper dook precies in die hoek. Dus ik dacht toen ik hem ging nemen van... Die keeper, ja, ik ben ook een linkspoot en zal die wel weer die hoek pakken. Dus het was weer een mentaal spelletje waar ik ben ingetrapt en tegen mijn natuur in de andere hoek schoot. Dus daar heb ik wel echt wakker van gelegen. Dus de euforie was in het begin, zeg maar. Ja. En daarna kwam meer die teleurstelling van het niet doorkomen en van het missen van de penalty. En hoe vaak ben je dan nog aangesproken over die wedstrijd? Is het de meest memorabele wedstrijd die jij ooit gespeeld hebt voor Roda? Nou, dat denk ik niet. Maar wel de wedstrijd waar het meest over gesproken wordt, ja. Want het is natuurlijk wel, hè, ja, je wint in Milaan als Roda zijnde. Dat is voor de club natuurlijk gigantisch, ja. Waanzinnig. Ja. En dat ik dan die goal mocht maken daar, ja, dat is natuurlijk top. Ja, ja, dat je kan misschien een penalty missen, maar vrije trappen, dat was ook een specialiteit van jou. Tenminste, dat werd een specialiteit van jou. Want in het begin van je carrière nam je die nooit, of wel? Toen mocht ik ze misschien niet nemen. Oh. Maar nee, ja, maar ik heb altijd wel, maar in de jeugd ook oefenen, wel, hoor. Ja, maar in de jeugd, ik had een redelijke linker. En in de jeugd heb ik ook wel wat vrije trapjes genomen, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat wist ik ook niet. Ik denk dat is later na. Nee. Übung macht der Meister, zeggen ze dan. Ja, dat sowieso. Dat ja, laten we kijken naar een hele belangrijke en hele mooie. Peters, Chutang, die heeft de winst op de schoen. Chutang wordt vastgepakt door Kiwu, die krijgt rood. Zo is het ook. Hij weet het, hij kijkt naar Jol. Rode kaart voor Kiwu. Die kon niet anders. Chutang haalt de 2-1 op de schoen. En de jonge 19-jarige Roemeen moest dit in het ploegbelang wel doen. En het zou niet meer dan terecht zijn als Roda deze vrije trapper inschiet. En Luipers doet dat. Eerder deed hij het op Spangen tegen Sparta. En hij baalt natuurlijk als een stekker. Want zijn actie die rood opleverde, heeft dus uiteindelijk geen zin gehad.
Laatste minuut, winnende treffer tegen Ajax. Dat moet toch ook kicken zijn? Ja, dat was echt top. Sowieso de hele wedstrijd, die was echt, speelden we echt heel goed. En als je dan in de laatste minuut wint, dat is natuurlijk helemaal een gigantische ontlading in de arena. Ik denk een van de eerste jaren van de arena toen? Volgens mij ook. Want volgens mij is dat nummer nog van Treintje Oosterhuis, was toen nog, zeg maar, als je het stadion betrad. Dus daar kreeg ik al helemaal kippenvel van, zeg maar. Ik weet dat nog goed, zeg maar. Dan loop je dus met z'n allen dat stadion in en dan, dat was echt gigantisch gaaf. Ja. Maar jullie hadden een geweldig team toen ook dat jaar. Ja. Eigenlijk dat eerste jaar dat jij weer terug was van MVV? Oh, zou ik niet durven zeggen. Want vertel eens even, je bent op een gegeven moment door blessures naar MVV gegaan om weer aan het spelen te komen. Ja. En eigenlijk wilde Roda Sef Vergoosen toen je liever daar houden. Ja. Die was hier trainer, Sef, maar jij had zoiets, dat gaat niet gebeuren. Ja, dat was inderdaad na mijn kruisbandblessure heb ik het er nog even geprobeerd bij Roda, zeg maar. Dat ging in het begin nog wel redelijk, tot op een gegeven moment Martin Jol is gekomen in de winterstop, die totaal niet in mij zag zitten. En uiteindelijk had ik het daar mentaal heel erg moeilijk mee, ook een kleine uitbarsting geweest destijds van mij. En uiteindelijk bleek wel dat het beter was als ik verhuurd zou worden. En gelukkig kon ik toen inderdaad naar MVV toe. Daar is in het begin ook, heb ik wel altijd gespeeld, was ook nog Eredivisie toen. Dus het was voor mij ideaal en in Maastricht en kort bij huis natuurlijk. En je kon weer op niveau, zeg maar, komen en je kon spelen. En je kon weer ritme opdoen. En dat eerste half jaar was niet top. Maar vanaf de winterstop ging het steeds beter eigenlijk. Ben je daar definitief naar het centrum verhuisd? Want daarvoor speelde je hier meestal nog linksback volgens mij. Het wisselde heel erg. Want voor dat jij kwam stond ik wel vaker centraal. En op een gegeven moment is... Je wilde niet meer tegen mij voetballen, dat snap ik. Dan ga je naar de zijkant. Ja, maar op een gegeven moment gingen we met Huub, met Stevens, gingen we eigenlijk met drie mensen achterin. En Atteveld daarvoor, zeg maar. Want in het begin, voordat Atteveld kwam, stond ik in de voorbereiding ook centraal. Ja, ja. Maar op het moment dat Raymond erbij kwam, ging ik naar linksback toe. En toen is René Trosten weggegaan. Ja. In die tijd. Dus toen heb ik linksback gestaan. En vanaf bij MBV heb ik ook nog een tijdje linksback gestaan, maar daarna eigenlijk altijd centraal. Maar je komt terug bij Roda en Sef Vergoosen zegt tegen jou van, ik zie het eigenlijk niet in je zitten. Ja, dat was toen, ik was verhuurd natuurlijk aan MBV en Sef Vergoosen was technisch directeur op dat moment bij MBV. Die had mij een heel jaar daar wel meegemaakt en hij werd hier trainer. En ja, ik zou dan eigenlijk teruggaan hier naar Roda. Maar het eerste gesprek dat ik hier had, dat was met Sef. En die zei van, ja, we kunnen jou eigenlijk niet gebruiken. En we hebben genoeg spelers en jij komt hier niet aan spelen toe. Dus ga maar weer terug naar MVV, want dan kun jij gewoon spelen daar. En hier zul je niet spelen. Dus dat was eigenlijk de boodschap. En toen was je eigenwijs? Ja, ik ben soms redelijk eigenwijs. Ja, soms. Soms. ik voelde gewoon dat er te veel met mij gespeeld werd achter mijn rug om. En dat vind ik niet fijn als al dingen bekonkeld zijn voordat ik ze weet, zeg maar. En dat gevoel had ik toen. En toen had ik gezegd van nee, ik blijf gewoon hier zitten en ik ga voor mijn kans. En die pak je in de voorbereiding en niemand heeft je meer eruit gespeeld. Sterker nog, ik heb het twee uitzendingen geleden tegen Regilio Vrede gezegd. Jullie waren volgens mij het beste verdedigingsduo van Nederland. Ja, nee, dat met Regilio, die samenwerking, dat was top. En het was inderdaad heel onverwachts. Maar dan zie je ook dat voetbal gewoon een heel mentaal spelletje is. Want toen ik hier vertrok, zat ik mentaal helemaal in een put na mijn blessure. En ik kom terug en ze wilden me eigenlijk niet hebben. Waardoor ik eigenlijk op nul begon hier en ook nul illusies had om een basisplek te veroveren. Maar gewoon lekker ging voetballen zoals in de jeugd. Gewoon lekker voetballen en verder met niks bezig zijn. En dat heeft me heel sterk gemaakt. En toen kwam ik met Regilio te voetballen. Want Sef... Die wist op een gegeven moment ook niet meer met wie die Regilio kon laten spelen. Want het was heel moeilijk voor jongens om met Regilio te spelen. Omdat Regilio altijd heel dominant aanwezig was. Heel veel op iedereen aan schelden was. Er hadden heel veel spelers moeite mee. Maar ik niet. Hebben wij ook nooit gedaan op elkaar. En dat was gewoon een enorme klik. En ik hoefde maar iets te doen. En we begrepen elkaar. De andere erachter. Ja, precies. Dat ging vanzelf. Ja. En dat was echt de mooiste tijd die ik heb gehad. Als centrale verdediger met Regilio. Ja. Ja, chic. Ja. Nou heb ik altijd gedacht, ook uit de tijd dat we samen... Nou, koppen is niet zijn sterkste punt. Aanvallend koppen heb ik het dan over. Want verdedigend koppen ken je uiteraard wel.
Maar het verbaasde mij hoeveel kopgoals je nog gemaakt hebt. Ik heb in ieder geval een mooie gevonden. Kopbal Utrecht-Roda, de 0-2. Voor de derde keer sinds de rust Erik van der Leur. Uit die positie. En de rake kopbal is daar van Mark Luipers. De luchtmacht bewijst opnieuw de waarde en de kracht voor Roda in de 26e minuut van de tweede helft. En Mark Luipers, achter Regilio Vrede opduikend, komt 2-0 binnen. Die zit er aardig in. Ja, met de ogen dicht waarschijnlijk. Ja. Ik kan me dit niet meer allemaal herinneren, hoor, want ik heb zoveel gekopt. Ik denk zoveel gescoord. Dat, nee, maar die zat er aardig in. Daar heb je toch geen last van kop, hè? Nee. Oké. Dan nog een vrije trap van Sparta, een vrije trap van heel ver. Ja. De vrije trap van Luipers. En wat een goal, zeg. Ingestudeerd. En effectief binnengetrapt door verdediger Mark Luipers. Men rekende bij Sparta te veel op de rechtstrappende van der Leur. Het werd de linksschietende Luipers en het is vlak voor rust 0-2. Ja, deze verbaasde mij wel, want ik wist, omdat jij ook altijd na de training bezig was met die bal over de muur. Dat wist ik dat je kon, maar dat je hem zo hard kon raken, dat was nieuw voor mij. Ja, normaal deed ik het meer met gevoel, want dan moest ik wat dichterbij hebben inderdaad. Ja. Ja, ik weet niet wat me bezielde. Maar dat was bij Ajax ook op een gegeven moment, ja. Maar het lijkt ook, maar dat kan ook camerastampen zijn, dat je uit het niks in één keer aankomt rennen en die bal op goal schiet. Ik weet dat het tegen Ajax, zeg maar, die goal hiervoor, zeg maar, toen was het eigenlijk de bedoeling dat Erik hem nam, maar toen zag ik het gat en toen ben ik snel er naartoe gerend en heb ik hem gewoon genomen. Oh, als jij gemist had? Ja, nou ja. Soms moet je wat risico's nemen. Nee, maar goed, dat soort opwelling heb je wel eens in een wedstrijd. En nu, ja, weet ik ook niet, want deze was eigenlijk van te ver. Maar... Deze leek inderdaad alsof je in één keer aankwam en zoiets had van... Doe het maar. Ja, dat is wel apart. Je had het net over gevoelvolle vrije trappen. Nog eentje erachteraan dan. AZ Roda, over de muur. Heerlijk. Luipers is, zeg maar, de Van Hooijdonk van Roda JC. De vraag is of hij dat nu ook laat blijken. Dat laat hij blijken. Een veeg met de linker van Mark Luipers. Hij heeft het eerder gedaan. En ook, al weet je dat, zoals Moens dat ongetwijfeld ook weet, er is soms niets aan te doen. Waarbij dat muurtje dan vaak nog een hinderlijk obstakel is voor de keeper. Meer dan een hulp. Hoe dan ook, doelpunt 1-1. Ja, mooi man. Ja. Maar je mag wel wat lachen als je scoort, hoor. Ja, je kijkt boos, me naar een partij boos. Ja, maar zal niet de winnende treffer zijn geweest dan? Volgens mij gelijk speelt die wedstrijd, kan dat? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet zeker. Maar als ik aan jou denk, dan denk ik aan een muur. Iemand waar je altijd pijn aan deed. Ik weet dat ik jou dan een keer geblesseerd heb, maar tegenstanders die bleven het liefste bij jou uit de buurt. En ik kan me voorstellen, als jij centraal speelde met Vrede, dat die spits gedacht heeft... Liever niet vandaag. Ja, zeker Regilio, hè, dat is helemaal... En jou doe je ook altijd pijn. Je bent je bent lomp, maar niet op een manier laat, dat het onbeholpen is, maar... Ja, ik was wel eens iets te laat. Ja. Maar ik heb het geleerd, hè, hier in de jeugd met Hans Fischer natuurlijk. Dat was toen mijn trainer in de A-jeugd. En die... Club-icoon bij uitstek. Ja, absoluut. Ja. Ja. Die heeft mij de rode cultuur bijgebracht. En het kerkraad? Aan de kerkraad, ja, dat was wat lastiger. Ja. Maar die heeft mij wel geleerd, inderdaad. Soms mag je wel eens iemand raken en dan moet je hem gewoon met een lachend gezicht weer optrekken. Ja. Ja, maar jij kan overtredingen maken, inderdaad. Dat je als scheidsrechter denk ik ook vaak dacht: ja, dat is een overtreding, maar hij bedoelde het niet zo. Terwijl precies. Terwijl wel vaak de bedoeling was, natuurlijk. Ja, soms was dat wel eens de bedoeling. Want je was zeker naarmate, zeg maar, ik ouder werd, was ik niet meer zo snel. En dan moest je andere dingen verzinnen. Dus dan moest je soms wat slimmer zijn. Als je vaak, heb ik het ook wel eens met de spelers over gehad. Gewoon kleine overtredingjes, gewoon slimme overtredingjes maken. Dan haal je vaak de aanval eruit. Wat zegt dat over jou als je, ik was nog aan het denken of wat je net zei, dat zo'n vergozer op dat moment, waar je trouwens een super band mee hebt, hè? Even voor de duidelijkheid, de later is tweede vader van jou geworden. Nee, dat was, ik heb, maar als je zo geprikkeld wordt
En je kan je zo opvreten. En je hebt zo het gevoel van onrecht, denk ik. En het is mijn club. En wat doen ze mij aan? Ik bedoel, ik herken een hoop dingen in mezelf. Ja. Met een aantal. Maar dan komt wel het beste in je naar voren. Hè? Dat heeft wel het beste bovengebracht. Ja, soms heb ik dat misschien ook wel nodig, inderdaad. Dat er iets is wat mij triggert, zeg maar, waardoor ik heel... Ja, ik zeg 's morgens vroeg altijd al, maak Luip niet kwaad. Ja, nee, maar dan was ik... Want ik was ook, zeg maar, in mijn beginperiode ook en daarna ook... met voetbal altijd wel een beetje een speeldoos, zeg maar. Tenzij ik echt kwaad werd of in wedstrijden, dan was ik echt heel... Ja, als ik dan iemand mij boos maakte, dan ja, ging het een stuk beter. Ja. Ja, daar was ik goed in, hè? Ja, precies. We hebben nog één goal. Ja, het is echt niet te geloven. Oh. Omdat hij zo mooi is. Weer tegen Ajax, weer in de arena. Dit keer geen vrije trap, geen kopbal. Nee, een volley. Sonko. Zenden. Een halt toegeroepen, maar hij houdt als souvenir een corner over. Van Dessel neemt hem. En Lobont komt in het stuk niet voor. En uiteindelijk zal hem dat opbreken, want Luipers maakt in de eerste minuut van de tweede helft er direct weer een spannende wedstrijd van. Roda heeft het dus nog lang niet gewonnen. Brouwers is daar een obstakel dat Lobont te groot is en Luipers profiteert met de kanonskogel. Geweldig doelpunt. Ja. Weer in de arena. Trouwens, de beelden moet ik absoluut zeggen. Met dank aan clubhistorie Rode JC. Ivo en zijn mannen. Super weer gedaan. Ja, zeker. Ja. Ik vind het ook leuk om weer te zien. Ja, ja. Dat is geweldig, die oude beelden. Vind ik ook. Maar dit wisten we ook niet dat je dat... Ja, zo heel af en toe liet ik het zien. Ja, maar nou lijkt het net alsof je heel vaak voorin was. Dat viel wel mee, hè? Nee, ja, met corners met name en vrije trapjes. En voor de rest niet zoveel. Hey, wat is nou... Je hebt 2 keer de beker gewonnen volgens mij hier. Mm-hmm. Europees een aantal hele leuke potjes gespeeld. Ja. Uiteraard 2e geworden. Wat is voor jou het hoogtepunt? Ja, maar dat zijn er zoveel. Dus... Ja, noem er eens een paar. Ja, nou, jij hebt ze al opgenoemd. Nou ja, Europees dan, daar heb ik nog niks van gezegd. Ja, behalve Milaan. Je hebt Monaco meegemaakt, denk ik. Ja, dat was mijn eerste. Dat was tegen George Weah. Ja. En ja, ik kende hem niet zo goed, zeg maar. Afrikaans maar de kranten stonden... van het jaar. Ja, precies. Maar ja, ik kende hem eigenlijk niet. Maar de kranten stonden toen vol van hoe gaat hij dat in godsnaam doen. Want George Weah was toen al een grootheid. Ja, dat wist ik toen nog niet. Ik was 18 volgens mij. In een interview na de wedstrijd zegt George Weah dat hij een week wakker heeft gelegen dat hij tegen jou moest voetballen. Ja, dat snap ik, ja. Ja, nee, laat het duidelijk zijn. Ja, absoluut. Hij zegt, dat komt nou een koempel. Ja, maar ze hebben ook, ja, dat was wel heel mooi natuurlijk om daar tegen te spelen. Ik heb zijn truitje ook nog. Dat is wel grappig, maar ik weet dat ik tegen hem stond en ja, hij was wel goed. Want in de uitwedstrijd scoorde hij, was een voorzet en ik denk wel, hij stond op de 16 meter. Ik denk, oh, die kan ik wel laten koppen, maar hij kopte hem gewoon stijf het kruis in vanaf de 16 meter. Kon je daar ook stappen in Monaco? Monaco, maar daar ben ik niet op stap geweest toen. Dat was eigenlijk, maar in mijn tijd 18. Was dat de regel, na een wedstrijd, klopt. Wat er ook gebeurt, Europees, we gaan even met z'n allen. Nee, dat was daarna ook, maar Monaco was daar een uitzondering op, voor mij in ieder geval. Oké. Ja. Ja, kan gebeuren, hè? Ja. Ja. Ik denk dat je Mark Luipers, 5e, zei ik in het begin bij de aankondiging met het aantal wedstrijden, als je de doelpunten ziet, de prijzen die je gepakt. Je bent gewoon een van de Roda-iconen. Nou, ik zie dat niet zo. Jij bent altijd van de achtergrond. Ook, maar ik vind ook Hens Fischer en Zijn Hans en Ger Zende. Dat zijn voor mij de 3 jongens, zeg maar. Ja. Ja, dat zijn Roda-iconen. Maar heel snel daarna komt Mark Luipers. Ja. 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 India. Ja, waarom India? Je bent als assistent-trainer, ben je met Harm van Veldhoven meegegaan. Kun je daar wat over vertellen? Ja, het was hier net gebeurd bij Roda allemaal. Hele vervelende periode was dat toen. Ja, goed, met Harm natuurlijk bij Roda heel goed samengewerkt. Een van de aardigste trainers die ik ken. Even tussendoor trouwens, Harm van Veldhoven. Ja, een van de aardigste personen. Zeg maar, ja. Maar hij is super goed meegewerkt. En hij zei ook toen hij hier wegging van, ik wil nog wel graag een keer samenwerken met jou. En ik had geen idee dat het al eigenlijk zo op zo'n korte termijn
zou gebeuren. Op een heel goed moment, hè? Op een goed moment. En ja, op het moment, ja, dan zit je hier en dan hoor je dat. En dan moet je Roda verlaten. Ja, lastige periode toen. En uiteindelijk zei Harm van, heb je niet zin om met mij mee te gaan naar India? Nou, je weet, ik ben niet zo'n avonturier. Nee. Ik ben graag gewoon bij mijn gezin thuis. En, maar goed, uiteindelijk ga je wel nadenken van, ja, is misschien wel even lekker om toch eventjes... ja, want het was duidelijk, het was gewoon compact, 5 maanden of wat was het? Was 5 maanden, ja. Zeg maar, dus het was goed overzien. En het was ook wel lekker, je bent weer met voetbal bezig en we hadden een hartstikke leuk team wat daar naartoe ging. En ja, het was wel iets bijzonders, dus... Wat heet, ja. Aver weg, een geweldige ontdekkingsreis door een prachtig land en met een hoop bekenden. Ja, met een hoop bekenden, dus dat klinkt helemaal als een sprookje. Maar ja, wat ik al zei, ik was niet zo'n... Ja, ook dat. Nee, maar dat was wel superleuk. Alleen omdat ik niet zo'n avonturier was, zeg maar, is het niet heel voor de hand liggend dat ik daar naartoe zou gaan. Maar ik heb het, ja... Maar heb je ja gezegd omdat het 5 maanden was? Dat je zoiets had van, dat overleef ik nog wel? Op dat moment was een jaar voor mij te lang geweest, ja. Ja, dat dacht ik al. Ja, ja. Nee, maar goed, met het hele plaatje, dat klopte gewoon, zeg maar. En met Harm mee, en je was met voetballen bezig. En het team, zeg maar, wat er naartoe ging met Morten Skubo en met Mats Jonker, ja, dat was natuurlijk superleuk. Allemaal en, Roda. Ja, allemaal Roda en inderdaad ook eventjes weg van al die vervelende dingen wat op dat moment speelde, zeg maar. Dus ja, het was wel een hele mooie ervaring achteraf, zeker, zeker. En je mocht zelfs werken met Del Piero, hè? Ja. De Italiaanse vedette die... Ja, die Harm eigenlijk op een gegeven moment niet meer goed genoeg vond ervoor op te stellen. Dat vond ik wel... Dat was wel heel bijzonder, want een heleboel spelers uit India en een aantal Europese spelers, waaronder zeg maar Del Piero bij ons, want ieder team had een ster. En er liepen bij andere teams liepen er ook echt van die wereldsterren rond. En ja, dat was gewoon heel bijzonder. En die zat met z'n allen in één hotel daar, 5 maanden. Met alle teams? Of met het hele team? Met het hele team. Ja, dus okay. Met alle Indiase jongens en alle jongens van Europa zat je 5 maanden bij elkaar in een hotel. Ja, dus dat was heel bijzonder en Del Piero was daarbij en goed, werd toen ook 40. We hebben toen zijn 40ste verjaardag gevierd. Ja, dat is dus al behoorlijk. Ja, precies. En dan weet je, ja goed, als je die leeftijd hebt bereikt, ja, dan ben je niet meer op je best, zeg maar. Nee, ja, Messi ook niet meer, maar ik zou hem even goed niet wisselen. Nee, Messi is nog geen 40, ook niet. Nee, oké. Okay. Nee. Nee, maar goed. Maar jullie hebben daar best gepresteerd als club. Met, jullie zijn geen kampioen geworden, maar volgens mij best aardig gepresteerd. Ja, we hebben net op de laatste wedstrijd, op de laatste wedstrijd kwam het erop aan. En toen hebben we net op 1 punt de play-offs gemist. En dat was eigenlijk, kwamen in een team terecht. Ja, dat was van tevoren gewoon geen voetbalelftal, zeg maar. Dus we moesten alles... Van de grond af aan moesten we opbouwen daar. Dat was gewoon eigenlijk een bedrijf dat een team heeft samengesteld, zeg maar. Ja. Dus we moesten echt alles, van pionnen tot hesjes, van goals, moesten we, van doktoren heb ik moeten aannemen. Heb ik hier via de Skype heb ik met de doktoren, met fysiotherapeuten gepraat. Om die aan te nemen in India. Ja, nee. Heel bijzonder allemaal. Ja. ja, het was wel... Echt compleet nieuw uit de grond gestart. Ja, compleet nieuw uit de grond. En de stadions dan? Ja, dat was heel mooi. Dat was allemaal top geregeld. Iedereen had dezelfde kleedlokalen. Het was allemaal precies hetzelfde ingericht overal. Met de kastjes en dat zag er allemaal echt top uit allemaal. Eten werd verzorgd. Dus naast het kleedlokaal was er bij iedere stadion was er een ruimte waar een heel groot buffet stond. Voor de wedstrijd al en na de wedstrijd waar je kon eten. Ja, het was echt allemaal super goed geregeld. Grote stadions. Maar ik vraag me dat nou, ja. Kon je er ook goed stappen? Dat lijkt me dus niet in India. Nou ja, dat is dus wel zo. Ja? Ja. Je kunt daar ook goed stappen. Wij zaten dan in Delhi, zeg maar, enorm grote stad. Ja. Gigantisch. Kun je je niet voorstellen als je daar niet geweest bent hoe het daar is, zeg maar. Te vergelijken met Cairo? Daar ben ik dan geweest, daar ben je ook geweest. Ben ik ook geweest, ja, maar dit is nog veel extremer, zeg maar. Delhi is extremer okay. In alles. Je ziet daar de meest gekke dingen. Mensen die daar ook naartoe gaan. Sommige mensen hebben echt gewoon een cultuurschok als ze daar komen. Die kunnen gewoon de eerste dagen echt gewoon niks meer. Het is echt bizar wat je daar allemaal ziet en meemaakt. Echt, ja, echt van de rijkste mensen tot mensen die gewoon naakt over straat lopen. Die op de stoep liggen te slapen.
Ja, we zaten in een heel mooi, supermooi, luxe hotel hadden wij. Maar als je naar buiten liep, dan kwam je in een straat terecht, zeg maar. Ja, dan was een inham in de straat en daar lag vuilnis. En tussen dat vuilnis, daar aten de koeien van, de honden, de katten, de beesten die daar liepen. Maar ook mensen zaten ertussen en die waren allemaal uit die restjes allemaal aan het eten. Ja, bizar wat je daar meemaakt. Echt bizar. Schrikkelijk, ja. Ja, dit is heel raar. Het is echt, ja. Dus je hebt behalve het voetbalavontuur, er zat meer avontuur aan. Ja, nee, het is, zeg al, we hebben... Ja, je ziet, je kunt het je niet voorstellen als je niet geweest bent. Mijn dochters en vrouw zijn niet geweest. Dat wilde ik toen ook niet, omdat dat ook niet helemaal veilig was altijd, om ze daar te laten rondlopen. Achteraf vond ik dat wel jammer, omdat het, dan zie je ook, zeg maar, zeker voor de kinderen, hoe de mensen daar ook hebben, zeg maar. Ja. Dat ze dingen wat makkelijker kunnen relativeren als ze weer wat duurs willen. Jij beseft hoe goed we het hier hebben. Precies. Ja. Ja. Dan kunnen we er af en toe eens eentje drinken nog. Ja, maar goed, we hadden het over het stappen. Ja. Maar dat kun je daar dus wel, ja. Je had daar een speciale plaats, zeg maar, in Delhi. En daar had je allemaal cafés. En dat was een hele straat met allemaal kroegjes. En daar gingen we wel regelmatig naartoe. Wanneer gaan we? Ja. Housecast, heette dat. Stappen kun je binnenkort openleggen. Hopelijk ook weer hier in het PLS. Ja. Het wordt steeds gezelliger weer. Ik heb jou ook al een paar keer hier gezien. Wat vind je als trainer nou van het huidige Roda? Hoe schat je ze in? Als trainer? Ja. Nee, ik vind dat ze een heel aardig elftal hebben. Ze laten goed voetbal zien. Ze hebben voorin veel keuzes. Goede spelers staan. Middenveld ook. Het zijn een aantal echt, ik vind dat elftal wel aardig in elkaar zit. Ja, spelen leuk, fanatiek, enthousiast. Enthousiast. Maar waar leidt het toe? Wat moet er gebeuren? Willen ze succesvol zijn? Nou ja, in deze competitie kan het echt alle kanten op. Er is geen ploeg, zeker tot nu toe, die daar bovenuit steekt. Als je nu naar de ranglijst kijkt, het staat ook allemaal bij elkaar. Ik heb hier ook een wedstrijd gezien, dat kon alle kanten op. Die verliezen ze dan net, maar die hadden ze ook een keer gewoon kunnen winnen. Dus het is in de Jupiler League kan het gewoon... Dus eigenlijk zeg je, op het moment dat je een beetje vastigheid erin krijgt, dat ze iets constanter worden, dan kun je al het verschil maken. Ja, ik denk dat Roda heel ver kan komen dit seizoen. Ik denk dat ze nog misschien iets stabieler kunnen worden achterin. En dat jij bent verdediger. Wat mag nog beter dan in het verdedigen? Nou ja, goed, ze zijn net bezig, hè, dus die automatismes moeten er ook nog allemaal in slijpen. Ik zeg altijd, het heeft niet alleen met verdediging te maken, ook met hoe het middenveld staat natuurlijk. Mm. Want als daar te veel ruimte komt, dan is het al lastig voor verdedigers. En ik vind dat met name nu, wat ik gezien heb af en toe, is dat er wat ruimte voor de verdediging ontstaat. Voor de verdediging van Roda, zeg maar, tussen de verdediging en het middenveld 1, daar staat meestal alleen Klaassen nog. En als die weg is, niemand meer. Ja, en dan heb je backs die heel aanvallend zijn, zeg maar. Hè, en als dat niet goed afstemt met elkaar en je hebt niet genoeg coaching met elkaar. Wat Shane Hansen vroeger, zeg maar, heel erg had in de coaching. Als je een type hebt, zeg maar, die alles neerzet en die de restverdediging, die de restverdediging goed bewaakt op het moment dat je aanvalt, want dan zijn ze vaker wat kwetsbaar in de omschakeling. Ja. Dan komen er ruimtes voor de verdediging en als je dat eerder neerzet. Dat zijn de echte voetbaltermen, hè? De restverdediging. Ja, dus misschien. Als je zelf aan de bal bent en aan de aanvallen bent, dat je toch al denkt van stel dat we de bal verliezen, staan we dan goed. Ja, dat is heel belangrijk en daar vallen vaak, niet alleen hier, maar daar vallen gewoon heel veel doelpunten uit. En die zijn te voorkomen door een stukje coaching vaak. Ja. En ik denk dat ze nog een beetje op de spelervattingen mogen trainen. Daar zit nog wel wat verbetering in, vind ik dan. Hè. Ja. Ja. Ze verdedigen nu in een zone. Ja, het is waar je voor kiest. En, aanvallend vooral vind ik het nog niet geweldig, de spelervatting. Ja, ik weet niet of zij veel kopkracht hebben. Eigenlijk kan ik moeilijk inschatten. Ja, wat mij in het algemeen opvalt, is dat ploegen, als ze een corner hebben, dat ze allemaal letterlijk in de 16 meter gaan staan. Ja, dat klopt wel. Ja. Daar hebben we de afgelopen wedstrijd hebben we over gehad. Ja. Jij komt juist uit een team, onder Sef, met de luchtmacht. Nou, daar kwam wat van buiten de 16 aan. Dat was niet tegen te houden. Ja, nee, wij hebben er toen ook heel veel op gehamerd. In ieder geval sowieso buiten de 16 starten, zodat je snelheid kunt maken. Want als je er al vaak te hoog gaat staan, dan word je heel makkelijk vastgepakt door tegenstanders.
kom je zelf niet op snelheid en ben je heel makkelijk uit te blokken. Dus wat wij in ieder geval in die tijd deden, is zorgen tot je op snelheid kwam, waardoor de tegenstander je in ieder geval niet kan vastpakken. Ja. Hey, mooi. Ik denk dat we elkaar hier weer gaan zien. Zal ik je naar huis rijden dadelijk? Nou, of durf je dat niet aan met boete? Hey, bedankt voor de komst. En dit was Studio Roda voor vandaag. Mensen, het is weer gezellig. Dat wil ik toch een keer benadrukken hier in het PLS. We hebben een fanatiek ploegje. Trainer Jurgen Streppel is keifanatiek. Met z'n allen werken we aan die terugkeer en het verbeteren van die sfeer. Ik zou zeggen, kom een kijkje nemen hier. Adieu hoor.